En dat schooljaar, dat tweede leerjaar, verloopt goed en hij mag naar het derde. En in het derde leerjaar is er nu en toen een keer een speciale les. En nu ging dat over het orkesten. En de meester was aan het vertellen wat het verschil was tussen een fanfare, een harmonie en een symfonisch orkest. Hey. Ik weet niet of je dat weet, maar in een fanfare zijn dat allemaal koperblazers. En in een harmonie zitten de houtblazers daarbij. En in de symfonie zitten de strijkers daarbij. Hey. De violen, de cello's, de contrabassen. En zo is de meester dat ervoor, maar aan het vertalen. En wat de lessen bijna door, dan zegt hij, nu komt de vrouwskens, zegt hij. Wie is er belangrijk in al die orkesten? Al die gasten, oh, de muzikanten, hey, wees er de muzikanten. Hey. Ja, zegt de meester, goed, zegt hij. En wat doen die muzikanten? Oh, ze spelen op een instrument, de meester. Ah, goed, zegt de meester. Daar wil ik worden van ouderen. En nu wil ik nog een keer wat doen, zegt hij. Wie al een instrument kent, zegt hij. Kijk, man, hier begin, zegt hij. Man, ik ga heel de ronde doen. Allee, noem een keer een instrument. Als begin, een hobo, een klarinet, een fluit, een trompet, een tuba, een saxofoon, een grote trom, een kleine trom, een piano, een viool. En iedereen noemt er een instrument. En die komt bij Basielke. En Basielke zegt hij, wat kan je zeggen? Een zakbezie, zegt hij. Wat, zegt de meester? Een zakbezie, daar heb ik nog nooit van gehoord. Een doedelzak, zegt hij, dat kan ik, maar een zakbezie, laag dan een krut. En wat, meester, zegt hij, je moet wel lukken. Gisteravond kost ik niet hoe slapen, maar de deuren van mijn slaapkamer, dat staat dat naar de knopen. En recht over mij is de slaapkamer van mijn ouders. En die deuren staan ook altijd naar de knopen. En ik hoorde, zeg ik, ons moeder namelijk zeggen, maar vind toch, ook als je zakbezie, komt er ook niet veel meer zitten, maar